mensen van YouTubers en welkom bij een History Park. We bevinden ons op de Spawn, want het is Halloween, oktober. Dus het park is een beetje versierd bij de Spawn en de Main Street. En Jonas zit weer te typen. Oh nee. Dus hij slaapt. Nee, wat gaan we doen, mensen? We gaan eens kijken naar het nieuwe gebied. Eerst gaan we nog Halloween bekijken, Danny. Dus loop maar even mee met die dikke ringpens. Ja, er is niet zo heel veel. Ik ga langs de zijkant doen. Want... Ja, ik dacht, wat de fuck is dit echt slecht gemaakt, jongen? Hier wat pompoenen, natuurlijk. Hier! En ik zie hier ook een grote pompoen. Dik gemaakt. En ook de wachtrij, allemaal pompoenen, ja. En ook horrorpaarden, mensen. Oh! Die zijn... Nee, dat is gevallen, mensen. Er zijn geen horrorpaarden. Er is niet veel te zien, alleen de Main Street en de Spawn. Hier ook de Main Street is een beetje aangepast, want daar is... De carousel, het dak van de carousel is aangepast. Maar de paarden zijn nog altijd... Ja. De paarden zijn nog altijd standaard. Nee, die zijn voor andere mensen, maar die gaan we niet laten zien, want dat is geheim voor onze fans. Wow! Wow! Ik zie geen skeletten. Geen lijstjes! Maar dat is echt nog wel een gezonde skelet, hè? Ja, zo, maar we gaan verder. Muziek is er voor de rest niet. Oké, nu is het zijn toer. Yeah. Oké, mensen, we gaan even serieus zijn, want we hebben weer alles laten zien. Onder andere in het nieuwe gebied. Zoals gehoord is de muziek wel niet aangepast in de Main Street, als nog altijd dezelfde. Oh, maar je bent wel veel bekende grond, mensen. Ja, dan is het was vandaag tijd voor Land of Odin deel 2. Dus we gaan naar de poort. En ik hoef mij niet te... Ik sta er al, jongen. Dus het gebied is eigenlijk al bekend klaar, hebben we gezegd, tijdens de onnozele kutjoot. Het gebied is eigenlijk zo goed als klaar al. Dus we gaan eens even rondgaan. Nee, hè. Weg ermee. Weg ermee. Stop met loeren, loe! Oké, de windcoaster, die hebben we al gezien. Dit is bijvoorbeeld nieuw, de vijver. De Noordzee, dat is eigenlijk de zone Noordzee, met een vikingboot vol met poppetjes. Inderdaad! Ja, laat maar zien aan de mensen. Ik moet mij omkleiden, ik was vergeten, ik moest binnen naar de kinesist. En verder hebben we de zone Dokalfar en Hobbit. Ik weet nog niet of je die hebt gezien, ik vermoed van wel. Of dat was nog niet helemaal klaar of zo. Dan is hier, ja, de Jotnar Flyer is hier. Dit is de Dokalfar, de monorail. En het dorp. Ja, maar dat is ook klaar. En het dorpje. En ja, dan staat er weer half nokt. Oh, maar goed dat die achtergrond. Ja, je moet de buurt wegdekken. Ze zijn op kop mute. Ik kan vergeten. Oké, de volgende video zal de opening zijn, die is begin november of zo. Nee, ik moet het. Dus dan is alles te zien. Dus dan maak ik de video even zelf af. Mensen, laat even de tratjes zien aan de kijkers. En hier is ook wat dwergen, huisjes. En hier de Super Splash, die hebben we nog helemaal niet gezien. Kijk, zo'n kleine overview. Van de... Mijn oorbel in zwieren. Van de Super Splash. En dan de grootste attractie die nog niet helemaal klaar is, maar toch grotendeels, dat is de houten. Door Trek. Van het park, mensen. Door Trekcaster. Een harde baan. Kijk, de baan, daar ben ik nu mee bezig. Die is al over de helft helemaal af. Dan is het nog de wachtrij dat ik nog moet maken. En
Dan is er hier nog plaats voor zo'n extra ingang. En dan komt daar ook de ingang van het waterpark. Die ga ik verplaatsen naar hier. Ik kan langer terug aan doen, mensen. Met dit koude weer. En hier hebben we nog een groot gebouw. Dat is het restaurant. Dus we zullen dan naar binnen gaan volgen in de video. Ja. Dus het gebied is er gewoon als af. Dus, dus veel eigenlijk, het gaat er niet anders uitzien. Enkel de muziek moet dan nog gefixt worden in het gebied zelf, bij de toren nog. En ja. Dan begin november is de opening. Maar voor nu is dan ja, Halloween. In real life is Halloween een flop geworden dit jaar. Alleen Bobbejaanland gaat nog door, tot nu toe. Dus hopelijk blijft dat doorgaan. Dus, want ik kan al zeggen dat ik naar Bobbejaanland ga, dus mocht het doorgaan, dan maak ik een review en Jonas het weer te hengelen. En wel een lul. Dat is ze moet afzetten, nee, ik moet weglopen. Oké, okay, Jonas, ga weg, dat is goed nieuws. Nee, nee, maar we gaan de video afsluiten, want ik moet opeens weten dat we de geiten hebben aan. Oké, okay, ja. Door. De grote houten achtbaan, maar dit was de video weer. Volgende video gaat de opening zijn, of misschien eerst de eerste video van Ice Age, dat valt te bezien, waar eerst komt. Dit was de video, like en abonneer, en ja, Jonas Bolton, dus ik ben content. We zijn weer mensen begonnen zitten en see you later, de geiten dat net de gebeurt aan de buurt. Oh, dag. Ciao.